Vandaag maken we kennis met Roos. Op 21-jarige leeftijd weet zij de wereld te veroveren met haar hyperrealistische street art. Roos nodigt ons uit om naar haar verhaal te komen luisteren. Nou, welkom to my crib. Kom erin. We zijn nu in mijn eigen pand. Ik heb altijd een droom gehad om mijn eigen kantoor voor werkruimte te krijgen. En een aantal maanden geleden is die droom uitgekomen. Dit is Where the Magic Happens, mijn favoriete plekje. Een aantal jaren geleden zag ik een video op YouTube van iemand die een heel realistisch schilderij maakte. Toen dacht ik, oh vet, dat wil ik ook. Toen ben ik begonnen, heel veel YouTube-video's gekeken en zo is het balletje gaan rollen. Na de middelbare school ben ik geneeskunde gaan studeren in Nijmegen. Schilderen was altijd mijn uitlaatklep. Ik had helaas weinig tijd over door mijn studie om nog te schilderen. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en besloten om mijn eigen bedrijf te beginnen in de kunst. Mijn ouders en ik, ja, die wisten eigenlijk meteen. Maar voor de wereld om me heen was het nogal shocking. Dus ik had wel iets te bewijzen. Ik ben toen naar Bali gegaan en heb echt bijzondere dingen meegemaakt. Roos vertrok naar Bali met het idee om daar door te breken met haar muurschilderingen. Als 19-jarig meisje in haar eentje, aan de andere kant van de wereld, op zoek naar haar eigen succes. Maar waar begin je dan met zoeken? Toen ik aankwam in Azië kende ik natuurlijk helemaal niemand. Dus ik ben eigenlijk brutaal geweest en heb via Instagram contact gelegd met kunstenaars daar. En een aantal van hun hebben daarop gereageerd. En zo is het balletje gaan rollen. Ik was lekker mijn ding aan het doen in Azië, lekker aan het schilderen. En ondertussen in Nederland werd mijn verhaal opgepikt. Want een 18-jarig meisje die helemaal in de eentje de wereld over reisde, was wel een bijzonder verhaal. En toen ik terugkwam in Nederland, toen kwam ik overal op tv, in de krant, op de radio. En dat was wel heel vet. Ik onderscheid me van andere kunstenaars door mijn realistische werken. Ik schilder met name portretten. Ik hou ervan om mooie vrouwen te schilderen of bekende mensen. Wat veel mensen niet weten is dat er een groot verschil zit in de scene. Je hebt namelijk street art, dat zijn echt plaatjes. En graffiti, dat zijn letters. En ik maak echt street art, dus ik noem me echt een street artist. Met haar plaatjes, ofwel muurschilderingen, weet Roos zichzelf te laten zien. Toch vraag ik me af op welke manier zij zich zo weet onderscheiden van de rest. Ik ben een vrouw in een mannenwereld. Wat veel mensen niet verwachten van mij als ze mij zien is dat ik het werk doe wat ik doe. Ik heb namelijk vaak hakjes aan. Ik ben echt een meisje, zeg maar. Ik ben eigenlijk best wel opvallend type in de scene. De wereld van street art en graffiti is best wel een undercover wereld. Wat ik doe is, ik plaats mijn werken op social media en ik verbind mijn gezicht eraan. Dat is best wel iets nieuws, want ik ben niet meer anoniem. Mijn doel als kunstenaar is om een emotie op te roepen bij mensen als zij naar mijn werk kijken. Zo schilder ik bijvoorbeeld ook best wel dingen die taboe zijn, die politiek gericht zijn. Ik wil een taboe doorbreken. Een van mijn bekendste werken is het werk van Poetin en Trump die elkaar zoenen. En daar heb ik veel reacties op gekregen, positieve en negatieve reacties. Met name de reacties van de Trump-supporters uit Amerika waren niet zo positief. Mijn doel is om in elk land op de wereld een schildering te maken. Ik wil in de nabije toekomst een flatgebouw gaan schilderen, steeds groter, groter en groter. En ja, ik wil zoveel mogelijk mensen inspireren om ook een passie achterna te gaan. Als je iets wil, is het gewoon mogelijk, hoe jong of oud je ook bent. Ondertussen heeft Roos een goedlopend eigen bedrijf opgezet. Met haar vader als manager sleept ze de ene naar de andere opdracht binnen. Ben je benieuwd en wil je meer van Roos haar kunstwerken zien? Volg haar dan via Instagram of ga naar haar website.